The pan boils dry. The keys are still in the front door. The mail piles up behind the front door, yet someone is at home. Care service provider Land von Horn would like to get a grip on these early signals. But how do you compile such signals? Zoals ik me voorstel, zou dat een platform kunnen zijn, op internet bijvoorbeeld, waar verschillende zorgverleners, maar het kan ook familie zijn, of misschien wel de melkboer, dat maakt allemaal niet uit, waar die een melding kunnen plaatsen en vervolgens er dus een doorlink komt naar de juiste partij, waarvan je zegt van, hey, die partij heeft die informatie nodig, kan daar wat mee en vervolgens kan er dus actie op komen. We zijn nog echt in de oriënterende fase, om zo maar te zeggen, omdat je wil je vroegsignalering ook binnenkrijgen, zit je met een heel aantal wettelijke voorwaarden en regelgeving, hè? Want je mag niet zomaar informatie die je krijgt van iemand die geen indicatie heeft van zorg of op welke manier dan ook, alleen bij de zorg in beeld is om die informatie binnen te laten komen. Daar moet in ieder geval regelgeving voor zijn en die zijn ze nu aan het onderzoeken. Daarnaast zijn ze ook een soort van vragenlijst aan het ontwikkelen voor mensen, mantelzorgers, maar mensen in de thuissituatie van waar heeft u nou echt behoefte aan en die fase. Ik denk vooral ook die mantelzorger zal er heel erg mee gebaat zijn, want op dit moment is het zo dat heel veel dementerenden nog thuis zijn die zorg krijgen van een mantelzorger. Maar je ziet wel dat het ontzettend veel energie kost om heel dat proces mee door te lopen waarin ze zich toch heel erg alleen voelen. En men zegt dat het wel wat beter wordt, maar het is toch nog heel erg in het taboesfeer dementie. Dus ze willen ook die beperkingen in geestelijk vermogen zo lang mogelijk maar binnen de deur houden, zodat anderen daar niets van merken. Ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is af en toe om bepaalde zorg te krijgen. En misschien kan een platform juist wel, als dat bekendheid heeft, dé plek zijn. En als het platform dan zo is ingericht dat het automatisch het juiste signaal naar de juiste partij stuurt, zou dat prachtig zijn, ook voor mantelzorg. Ja, absoluut. Dus het uiteindelijke doel is om een stukje technologie te gaan ontwikkelen, of in ieder geval de behoefte ook heel erg in kaart te brengen van deze doelgroep, waar ze ondersteuning in hebben in de thuissituatie. En ja, dat is een onderzoek wat wij nu willen gaan doen. Want heel veel technologie is er natuurlijk al in het stadium dat je dement bent of dementerend bent. Maar de fase daarvoor, die is nog heel erg weinig ontwikkeld. En daar willen we ons met name op gaan richten.